Hallo, ik ben Lies van Gassen en het boek dat ik vandaag voor Why I Love This Book zou willen aanprijzen is Stem op de Okapi. In Nederland zeggen veel mensen blijkbaar Okapi, maar in België zeggen wij Okapi. Het is een boek van Martijn van der Linde en Edward van de Vendel. Ik vind het een prachtig boek dat eigenlijk een wetenschappelijk thema heeft, namelijk wat is een Okapi? Hoe leeft een Okapi? Waar bevindt hij zich? Maar dat eigenlijk ook op een andere manier werkt, omdat de Okapi in dit boek meer dan een dier echt een personage wordt, een gelaagd personage, waarin dat heel veel te weten komt over zijn karakter, hoe dat hij zich voelt wanneer dat hij verplaatst wordt, wat dat zo'n dier denkt en voelt. En hoe dat de mensen met hem omgaan. Het heeft een heel tragische geschiedenis blijkbaar, hoe dat de okapi in de dierentuinen is geraakt. Daar kom je in het boek ook alles over te weten. Net als over het kweekprogramma, dat door de Antwerpse zo geleid wordt, wil ik wel even zeggen. Ik vind dat zelf allemaal zeer boeiend. Wat ik ook heel mooi vind aan het boek, is dat het ook een soort portfolio is van verschillende illustratoren die hun eigen okapi neerzetten. En die zo eigenlijk tonen hoeveel soorten okapis er zijn. En zelf heb ik ook iets met de okapi, omdat het een belangrijk dier is geweest voor België natuurlijk. En daardoor ook op de Belgische postzegel beland is. En ik heb vroeger ooit mijn allereerste verhaaltje geschreven bij zo'n postzegel van de okapi.